Daarvoor roep ik heel graag naar voren mevrouw Petronella Anna Christina Zeeman. Ik hoef je niet te vragen of het een verrassing is, geloof ik, hè? Nee, hè? Nee, nee, dat begrijp ik. Nou, geniet ervan, zou ik zeggen. Dat is het belangrijkste. Mevrouw Zeeman, eigenlijk zijn er twee rode draden in uw leven. Eén van het altijd klaarstaan voor de ander. En één van het vervullen van de verbindende factor tussen mensen. Ik zal het even toelichten. Misschien weet u wel direct waar het over gaat. Maar er zijn mensen in de zaal, denk ik, die het niet helemaal begrijpen. Laat ik ook hier beginnen met een citaat uit een van de ondersteunende brieven. Het helpen, en ik citeer, het helpen zit zo diep in haar verankerd, dat ze in haar leven niemand heeft buitengesloten. Dat is heel bijzonder als dat over iemand wordt gezegd. En ik was er dan ook even stil van. Ik heb begrepen dat u uw hele leven al mensen en dieren helpt. U staat voor iedereen klaar. Niets is u te veel. En u beschouwt dit ook als heel gewoon. Ik zou willen dat het zo was, maar ik kan u verzekeren dat dit niet voor iedereen voelt als heel gewoon. U hebt als alleenstaande moeder 4 kinderen grootgebracht die u daar zeer erkend voor zijn. Zij hebben ervaren dat u alles in het werk hebt gesteld om hen een fijne jeugd te geven. Ondanks de financiële zorgen die er waren. U stond er ineens alleen voor, kreeg geen alimentatie, zelfs niet voor de kinderen, maar had wel schuld. Met alleen een uitkering was het moeilijk rondkomen. Gelukkig was u heel creatief in het vinden van oplossingen, voor bijvoorbeeld uitjes, een middag picknicken in het park, vakanties, u zorgde ervoor dat de kinderen met buren of familie mee mochten, of verjaardagscadeautjes. En zelfs voor een kappersbezoek had u er wat op gevonden. Dienstenruimte met gesloten deuren. U of uw kinderen werden geknipt door een bevriend kapster, terwijl u huishoudelijke taken voor haar overnam. Maar ook, u ondersteunde haar op de momenten dat zij een migraineaanval had. En zo konden de werkzaamheden gewoon doorgaan. U wordt genoemd als bescheiden, vriendelijk en een onuitputtelijk vermogen om anderen bij te staan. U hebt een groot hart voor uw medemens en u zet zich met hart en ziel voor hen in. Gratis orgellessen heeft u ook nog gegeven aan kinderen in de buurt, omdat u het belangrijk vond dat zij de liefde voor de muziek zouden leren kennen. En naast de goede zorgen voor uw kinderen bent u ook ruim 20 jaar oppasoma geweest voor uw kleinkinderen. Woe! Daar zit er een. Heel enthousiast hoor ik. Sommige van hen, heeft u 5 dagen per week opgevangen totdat ze naar school gingen. Andere 3 dagen per week. Maar er was ook een periode waarin een paar kleinkinderen voortdurend bij u waren. En u stond altijd voor hen klaar. En toen u jaren geleden weer terugverhuisde naar Rijswijk, werd u vrijwilliger bij de Bonifatiuskerk. En ook hier stond u weer voor de mensen klaar. U bracht het kerkblad rond in de wijk. En stond jarenlang de koffie en thee naar het kerkdienst. Uw dochter noemde het zo. Mijn moeder haalt, en ik citeer, mijn moeder haalt haar geluk uit het klaarstaan voor andere mensen. En dat is een goede eigenschap. En ik kan alleen maar volledig ondersteunen wat daar staat. En nu de andere draad. U bent de verbindende factor tussen mensen. Maar eigenlijk zelf, u bent heel verbindend, dat is heel mooi. En ook dat komt in diverse fases van uw leven tot uiting. Ruim 7 jaar geleden heeft u uw schouder verbrijzeld. En overlegde u met de therapeut waar u vrijwilligerswerk kon gaan doen. Want dat is uw grote passie. Het nieuwe gebouw van Onderwaterzorg had nog vrijwilligers nodig en zo kwam u daar terecht. Vol enthousiasme ging u ook daar aan de slag. Gepassioneerd zet u zich in op diverse vlakken. Van catering tot administratie bij de balie, van gastvrouw tot het maken van menukaarten voor het thema ineens. U pakt zaken zelfstandig op. Gaat met medebewoners bijvoorbeeld naar de opticien. U verzorgt de plantjes in het restaurant. Organiseert de spelletjesmiddag op dinsdag.
en de vaste knutselmiddag op woensdag. U zorgt voor een warm welkom voor de nieuweling en signaleert eenzaamheid bij de mensen. Ouderen die de knoop hebben moeten doorhakken om in een woonzorgcentrum te gaan wonen en overbelaste mantelzorgers krijgen van u persoonlijke aandacht. Het zorgen blijft u in het bloed zitten. Maar wat mij betreft mag dat ook zo, maar u mag ook wel eens een keer nee zeggen. Dat mag ook. Ik geloof niet dat ze dat gaat doen, maar zeg het toch maar even, als burgemeester. Woonzorgcentrum Onder Watershof geeft aan dat alle vrijwilligers als goud worden beschouwd in een organisatie, maar dat u het platina bent. Nou, als dat geen mooi compliment is. En dames en heren, ik ondersteun dan echt van harte, iedereen, maar ook u. En ben blij dat ik u mag vertellen dat het zijne majesteit de koning heeft behaagd. U bij koninklijk besluit van 10 februari 2017 te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Felicitaties.